Hallo. Mooi dat u er bent. Fijn je te zien. Welkom. Ja. En dan gaan we nu naar de leerdoelenbespreking. Dit zijn allemaal patiënten met hartklachten. Ja, allemaal patiënten met hartklachten. Ja, mijn leerdoel vandaag is dat ik een instigatie ga maken. Dus een hartfilmpje. En ik heb geprobeerd van de minister het te leren en daarvoor uitleg te geven. Oké, en jij bent al bekwaam in een hartfilmpje maken en jij gaat die minister vandaag competent maken in het maken van een hartfilmpje. Gaan we er hierin? Dan mag je het even het bandje scannen van de patiënt. En dan een kwastje draaien. Ja, zo. Kijk, dan staat hier meteen de patiënt in het systeem. Dan mag je hier aan beide kanten eventjes spuiten. Ja, mag gewoon hier. 1, 2, 3, 4. Dus dan mag die hier. Hoe weet je dat hij daar moet? Oh ja, dat heb ik geleerd. Ja. Maar dat staat niet op plaatje. Nee, dat klopt. Dat staat niet op een plaatje, nee. Ja, die mag gewoon op gelijke hoogte eigenlijk. Ja. En dan vragen we de patiënt altijd eventjes om goed stil te blijven liggen, niet te praten. Alsjeblieft, stil liggen, niet praten. En dan kunnen we hier op ECG drukken. Het is gewoon één knop? Ja. En dan komt hij eigenlijk ook meteen in het systeem, dus dan kan de dokter die kan hem ook meteen zien en lezen. En hij rolt er ook meteen uit? Hij rolt er ook meteen uit, ja. Dus die kunnen wij ook aan de dokter geven en dan hebben we een ECG'tje. Ik heb de minister meegenomen. Loop een middagje mee met Hendrik. Heb ik begrepen, ja. Om te kijken hoe de opleiding werkt. En ik kom hier meekijken naar hoe dat werkt om verpleegkundig in opleiding te zijn. Dan loop je stage op cardiologie en dan moet je dus al die ziektebeelden van cardiologie moet je dan kennen. En dan bij een volgende stage moet je weer... Dan ga je weer die ziektebeelden allemaal kennen. En zo doe je eigenlijk een heel je opleiding. En zo moet je een heel ziekenhuis door. Ja. Ja, ik heb dan even kijken, ik heb neurologie gehad, interne geneeskunde, chirurgie en cardiologie. Ik hoop dat de minister een hele leuke en leerzame dag heeft gehad. En ik heb haar mijn werkplek laten zien. Ik heb er een hartfilmpje laten maken. Ik heb met de studenten laten praten. Dus ik hoop dat het voor haar ook heel erg leerzaam was om dit allemaal te zien.